was like a sister to me and also hardworking. A Rose, I would describe him as a cute lady. An awesome lady. Rose is a beautiful, humble woman and a very talkative, friendly lady. Yeah. She can listen very well and also can help out. Rose used to be my boss. Yeah, I like Forest also. I normally miss the night trips, especially drinking. A calm guy. He's a person who is social to one another. Forest used to be my senior boss. For them, getting married, it's a good thing. Marriage is not an easy thing. Marriage is a long journey, and you have to be strong and take everything easy, and as a family you need to be cooperative. And as a couple, they need to know how to communicate to one another. I would like to see them being together forever. I wish them a very nice life. They should have a prosperous life. Long live, many years, and happy marriage. As a couple, they can have a good example for Isabella. Oh, Rosie, have a blast. Best that ever life could ever bring to you. The best. The best. Best kids, best job, best husband. Everything the best. You deserve it, Rosie. You're a good person. Oh, I miss them so much. Because to me, they were like a family. I miss her. You still have had a good friendship. I used to be part of their family. And I wish they were back so that we can bond together. Er was een rave, het was mega underground. Roze Pie liep met een pollepel rond. Zij was goed verkleed gegaan, had haar polkadot aangedaan. Toen zag ze Kim, the greatest gift of all. De volgende day. Hij had zijn Nike's opgepoetst. En op het strand praatte hij veel met af en toe een kuch. De movement knikte ja en nam haar mee naar Afrika, waar hij haar ten huwelijk vroeg, zo'n 7 jaar geleden. En net zo snel als zij aankwamen, iedereen in Nairobi achtergelaten. Pieter huilt heel veel, hij rijdt nu rondjes heel alleen. En jullie koloniale levens spatten uiteen. Familie
Kempenaar. Het was in Kenia, Bombazij, blij met warme gewicht, familie Kempenaar. Niet meer de luxe die jij zelf toeschreef. De Reaper DJ bezit nu slechts eenzijdige mancave. Ze liggen het liefste in bed om 7:30. Dat vinden ze fijn, maar omaatje zelf stekt net overdreven. Toch staan ze hier te shinen. Camp is van haar en zij de zijne. Het kost een jaar of 10, maar prachtig om te zien. Vanavond vieren wij eindelijk dan familie Kempenaar. Was in Kenia, Bomba zei ja, blij met mijn warme baby. We zeggen ja, ja. Was in Kenia, Bomba zei ja, blij met mijn warme baby. Familie Kempenaar. Gaat ik even naar Syrië, best heel lang. En ze lopen met een grote hond en een hippe buggy door Amsterdam. En Pukker Baby zegt trouwen is een goed idee. La Frikse chic aan discotheek naar familie Kempenaar. Was in Kenia, zeg ja, ja, was in Kenia. Was in Kenia, was in Kenia, Bomba zei ja, blij met warme baby. We zeggen ja, ja. Was in Kenia, Bomba zei ja, blij met warme baby. Familie Kempenaar. Bomba, Bomba, blij met Barbara en Punker baby. We zeggen ja, ja.